8 december proces voortgezet. Ongeveer 80.000 kilogram kwik in onze bodem en 4 miljoen mensen stateloos in India. Goedenavond, dames en heren. Dit is het STVS-journaal op maandag 30 juli. Het 8 december proces is vandaag voortgezet. Het proces bevindt zich na 10 jaren in de fase waarbij de auditeur-militair Roy Elgin voor de tweede keer niet is afgeweken van zijn strafeis van 20 jaar tegen de verdachten Desiree Bouterse en Etienne Boereveen. In de zaak tegen Stolk bleef hij bij zijn eerder verzoek tot vrijspraak en tegen de inmiddels overleden Artie Goree vroeg hij de krijgsraad zich niet ontvankelijk te verklaren. Raadslieden van zowel de nabestaanden en de verdachten hebben na afloop een reactie gegeven op de voortzetting van het proces vandaag. Hugo Esset kon meegaan met de zienswijze van de auditeur-militair om niet af te wijken van zijn eerdere strafeis tegen de verdachten. Nogal uitgebreid zijn behandeld de twee zaken, de zaak tegen de heer Bouterse en de zaak tegen de heer Boereveen, waarbij de auditeur-militair puntsgewijs op de punten van het pleidooi is ingegaan. Het zou erg lang voeren om dat hier allemaal te herhalen, maar twee highlights daaruit zijn toch enerzijds het vooral politieke verhaal van de advocaat van de hoofdverdachte, namelijk dat er sprake zou zijn van een coup-poging door de 15 slachtoffers en dat er ingezet was op een zogenaamde regime change, dat het de bedoeling was Bouterse af te zetten. Ik denk dat de auditeur-militair op dat punt inderdaad toch heel goed dat weersproken heeft. De raadsman van Desiree Bouterse, Erwin Kanghai, zegt dat de auditeur-militair ondanks het feit dat hij niet van inzichten is veranderd, hij nu wel meegaat met een aantal die door de verdediging zijn opgeworpen. Al dat materiaal dat bij ons pleidooi is overgelegd, bijvoorbeeld de zienswijze van dat rapport van de CIA, dat heeft hij niet ontkend. En daarmede geeft hij wel aan dat in elk geval die 15 mensen niet zielige slachtoffers zijn van wat er is gebeurd op 8, 9 december. Maar dat ze wel iets in hun hoofd hadden die ze beraamd hadden. Dat ontkent hij niet, nu ook niet. En hij ontkent die stukken niet, hij heeft ze in elk geval niet tegengesproken. En daarmee krijgt de hele zaak natuurlijk een andere dimensie. Vast staat dat de vervolgingsambtenaar overtuigd is dat die 15 mensen doende waren een regime change op gang te brengen. Daarvan is hij zelf nu overtuigd. En dat is op zich een goed teken. Bovendien, je zult gemerkt hebben dat hij niets gezegd heeft over als de krijgsraad de vrijheid had om dat proces op de wijze zoals zij dat hebben gedaan te hervatten. Daarover heeft hij gezwegen, omdat daar is de wetgever heel duidelijk over in de jurisprudentie, dat ze dat niet mochten. Er had een nieuwe vordering moeten komen, omdat die schorsing op zich een eindbeslissing was. En geen tussenvonnis zoals de krijgsraad dat zelf zegt. Over de amnestiewet, zegt hij, schaart hij zich achter de zienswijze van de krijgsraad. Daar heeft hij ook niets meer over gezegd. Terwijl de schrijvers, met name Van der Pot, zegt heel nadrukkelijk dat het een bevoegdheid van de wetgever is. En we hebben daar een aantal uitspraken over. De Liberiaanse amnestiewet bijvoorbeeld. Dat vervolgen op zich niet altijd een handig besluit is om in dit soort gevallen te vervolgen. Op 29 oktober zal het 8 december proces worden voortgezet met het laatste woord voor de verdachte Desiree Bouterse. Er zit ongeveer 80.000 kilogram kwik in onze bodem. Dat heeft een onderzoek van het NIMOS uitgewezen. De resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd in oktober 2017 zijn vandaag tijdens een symposium van het NIMOS in Hotel Toradica gepresenteerd.
Volgens Gina Griffith, legal advisor van het NIMOS, bevestigen deze resultaten gevolgen van de kleinschalige goudwinning op ons milieu. Voor haar zijn deze cijfers zorgwekkend. Nu moeten we eigenlijk met z'n allen, en dat is dus niet die overheid alleen, ook gewoon wij als burgers en als ondernemers die in de sector zitten, moeten gaan kijken van hoe kunnen we dit verminderen? Wat kunnen wij doen om het te verminderen? Met in gedachten houdende het feit dat de goudmijnbouwindustrie voor Suriname een belangrijke industrie is. Het is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. Dus je moet proberen om een balans te vinden waarbij je wel je goudwinning hebt, maar dat je die doet op een duurzame manier. Dus ga naar het niet gebruiken van kwik, of in elk geval ga naar processen waarbij het kwik niet vrijkomt. Het onderzoek is uitgevoerd in gebieden waar er bij het goudwinningsproces gebruik gemaakt wordt van kwik. Deze gegevens geven een goede basis om beleid te maken om het gebruik van kwik te stoppen. Suriname's toetreding tot het Minamata-verdrag om kwikgebruik tegen 2020 te verbieden, ziet zij als een belangrijke tool om stappen te ondernemen tegen het gebruik van kwik. Er zijn bijvoorbeeld financiën beschikbaar voor capaciteitsopbouw, dus om je instituten en je personen te versterken om het werk te kunnen doen. Maar ook voor technische assistentie, dus dat jij de nodige technische assistentie kan krijgen van andere landen of in elk geval instituten die wel de kennis in huis hebben om jou het een en ander bij te brengen. En sowieso ook een heleboel is er ook mogelijkheid, en daar, dat is ook een ander project waar we mee bezig zijn, om financiën beschikbaar te stellen aan landen om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen onder het verdrag. Zoals bijvoorbeeld het opstellen, het formuleren van een nationaal actieplan voor de uitfasering of de vermindering van uitstoot in de kleinschalige goudmijnbouw. Tot zover Gina Griffith. Tweedracht in Suriname om de exitregeling met Alcoa is niet nodig. En dat zegt minister Regilio Dotsin van Natuurlijke Hulpbronnen. De regering staat volgens hem klaar om de Nationale Assemblee dinsdag te informeren over het resultaat van de onderhandelingen die door de presidentiële commissie zijn gevoerd met Alcoa. Wat we moeten doen, het is een nationale zaak. De feiten komen op tafel bij de Nationale Assemblee en op basis van de feiten gaan we onderhandelen. Gaan we praten met het parlement en ondersteuning zoeken daarvoor. Als het parlement het niet eens mee is en het parlement heeft zijn eigen visie, dan nemen we het mee als regering. En dan kijkt de president hoe hij verder ermee omgaat. Maar nogmaals, dat is alles wat ik erover kan zeggen omdat het op het bord van de president ligt. Maar de zaken zoals ik weet dat ze voor elkaar zijn, is dus dat de definitieve overeenkomst zoals we genoemd hebben, die komen heel binnenkort, ik denk misschien deze week nog, op tafel bij DNA. Minister Dotsin zegt dat er in het parlement ook uitleg zal worden gegeven over de afspraken met Alcoa over de ontmantelingen van haar bedrijfsterreinen in ons land. Ten aanzien daarvan wist de minister het volgende aan te geven. Ik weet bijvoorbeeld van het Stafdorp dat men aan een heleboel daar heeft gedaan, zwembad gedicht enzovoorts en bepaalde zaken gesloopt. Maar voor zover ik het weet is er bij de raffinaderij zelf nog niks gebeurd. Men is nu op zoek naar de vergunningen en de toestemmingen om het een en ander te doen. Maar ik heb nog geen sloopactiviteiten gezien. Dus als ik je goed begrijp is Alcoa zelf bezig daar te ontmantelen? Nou, nee, laat me het zo zeggen. Niet Alcoa is bezig daar te ontmantelen. Uit een brief van de onderhandelingscommissie naar Alcoa toe heb ik dus kunnen destilleren dat de Alcoa van hun de zaak meegekregen heeft dat ze nog niks moeten ontmantelen, hoewel de partijen al hebben aangegeven van het moet ontmanteld worden, het kan in deze staat niet zo blijven. Is er nog geen activiteit geweest op dat gebied? En het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staat niet achter de verhoging van de ouderbijdrage door het FIBOS op de bijzondere scholen.
Minister Lilian Ferrier blijft erbij dat als de overheid inkomt met subsidiegelden, ouders niet geconfronteerd mogen worden met hoge inschrijfgelden voor het nieuwe schooljaar. FIBOS heeft op eigen gezag wel verhoogd en dat zal consequenties hebben ook wat het subsidiebeleid betreft. Want wij kunnen niet voor alles bijna inkomen en dan ga jij toch verhogen. Dus de discussie met FIBOS is nog niet afgerond. De overheid stelt zich garant voor het onderwijs. Dus als er een subjectsubsidie moet komen zoals het vorig jaar is gegaan, zullen we dat wel bekijken, want we gaan de kinderen niet in de steek laten. Ouders van studerende kinderen op het voortgezet onderwijs op seniorenniveau gaan het komend schooljaar meer schoolgeld betalen. Minister Ferrier geeft aan waarom dit besluit is genomen. En de andere verhoging van het hoger onderwijs, het is in samenspraak gegaan met zeker de VOS-directeur. Dit is inderdaad 100 SED hoger, maar als je het breakdown ziet van de directeuren, kinderen moeten zwemmen of transport, kopiëren, is het gerechtvaardigd. We kunnen niet zeggen dat we kwaliteit onderwijs willen, maar dan alles gratis hebben. Dat werkt niet. Dat werkt nergens. Ik kom net terug uit Bolivia. Je moet investeren in je onderwijs, maar ook voor de mensen voor wie dat onderwijs bestemd is, moeten ook hun bijdrage leveren. Dit was ons Nationaal Nieuws. Dames en heren, bezoek de website stvs.sr. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.